What's up mensen, welkom bij Wodka Boys en we mixen vandaag wodka met Oasis Tropical. Misschien zal je Oasis niet kennen, misschien wel. Weet je, dit is een merk dat uit Frankrijk komt en ook heel goed in België verkrijgbaar is en ook heel erg populair is. Zelfs zo populair dat een Facebookpagina is opgericht door een paar Nederlandse personen dat Oasis ook in Nederland gebracht moet worden, want het is gewoon een lekker drankje. Jaren terug, of jaren, 2 jaar terug of zo, was ik in Frankrijk. En toen zag ik hem voor het eerst staan, dronken. En nou, wauw, was gewoon mindblowing lekker. Dus toevallig was een vriendin naar Frankrijk gegaan, nam het mee voor ons. Ze zei, ja, dit moet je echt drinken met wodka. Dus dat gaan we ook nu gewoon doen. Dit is Oasis Tropical, maar dan zonder suiker. Ik weet niet waarom ze dat heeft gekocht, maar prima, we blijven deze gewoon proberen. En er is een heleboel tropische vrucht in. En zoals je weet, wij zijn fan van tropische dingen. Dus we gaan hem nu gewoon mixen. Ik heb hem zelf nooit op, dus ik ben er wel benieuwd naar, want ik heb zoveel goede dingen over. Ja, precies. Dus echt van, ga naar Frankrijk. Of naar België. Ja, België is dichterbij natuurlijk. En koop het. Het is een simpele mix. Ja, precies. 1 deel wodka en de rest deel aanvullen met tropical. Oasis. Yes. Het ruikt wel lekker in ieder geval. Ik kan het al vanaf hier ruiken, dus geur is in ieder geval heerlijk. De Oasis siroop is vrij oranje, maar in combinatie met de wodka is het wel een stuk lichter. Ja. Maar we gaan het proberen. Proost. Proost. Zit helemaal niet verkeerd. Nee. En het is ook niet... waarschijnlijk doordat het zonder suiker is, deze variant. Is het niet super zoet. Ja. En dus komt de wodka ook wel goed naar voren. Ja, we hebben lekkere wodka natuurlijk dit keer met Uberova. Maar het is gewoon een chill drankje. Ja, wel... ik wil niet zeggen tropisch, maar het is wel... Ja, lekker fruitig. Het is het klopt gewoon de smaken die je proeft. Vind ik wel lekker, verhouding tussen wodka en fruit. Ja, dus... Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, ben je in Frankrijk of ben je in België, wil je wat wodka drinken, er zit een hele leuke mix om een keer uit te proberen. Je zal er geen spijt van krijgen. Wij hebben het ook niet, wij gaan er verder van genieten. Dus doe dat dan ook. Check je volgende keer weer en ciao. Yo.